Blijf staan. Kom op. Blijf even staan. Iemand heeft deze bus dus gekaapt. En die bus gaat er vandoor. Oh nee. Hallo, graag één buskaartje alsjeblieft. Oh nee, wacht. Inchecken over chipkaart. Nee, kom. Doe open. De mogelijke multiplay, dat was ook al bekend hoe de eigenaar heet. Iets van Daniel. Die is gewoon neergestoken hier hoor. Onze verdachte gaat er vandoor met een auto. Rijdt niet heel snel, we kunnen achteraan rennen. Oeh, daar gaat een gestolen voertuig. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5, Alice Pudivar en Moor. En vandaag, zoals jullie zien, de sneeuw weer weg. Die was ik vergeten met Miku video. Sorry daarvoor, maar ja, zoals beloofd, november en december had ik sneeuw. En ja, dat is nu weg. Voor hetzelfde geld gaat er nog sneeuwen in januari, maar ik heb hem toch maar weggedaan. In het midden van december heb ik ook de gladheidsmod weggedaan, want ja, dat was wel een beetje irritant. En ik denk dat heel veel mensen ook een beetje gek werden van en die mod en van de sneeuwmod. Dus hij is weg. Helemaal goed. Ik sta hier met drie, eigenlijk met vier auto's en één motor. Of drie auto's en één motor. Alleen, die motor die telt nog even niet mee. Maar ik sta hier dus met drie auto's en daar wil ik even iets bij laten zien. Bij de Miki video, twee dagen terug, vertelde ik het al. Maar ik ga hem jullie dus nu even... Attention unit one, Lincoln ja, 18. Laten zien. Ja, of niet, want ja, er komt een melding binnen. En ja, als een melding binnenkomt, moeten we die aannemen. Dus die gaan we ook aannemen. En dan kun je zeggen, oh wat flauw, het is maar GTA. Maar nee, het is maar GTA. Ik bedoel maar. Melding, persoon met mes, die zou hier voor het bureau lopen. Dus die gaan we meteen even pakken. En als we terug, als we die hebben gearresteerd. Een man met een mes is ergens hier. Loopt daar. Dit is hier zo. Alright, blijf staan. Staan blijven. Oké, die gaat er vandaan. Blijf staan, kom op. Blijf even staan. Kom, blijf even staan of je wordt getased. Want hier hebben we geen zin in, hè. Kom op. Laat vallen het mes. Laat vallen. Die was mis. LSPD. Laat vallen. Zo, op je knieën. En liggen. Ja, liggen ga je niet. Hey. Geen rare bewegingen. Er zijn geen eenheden meer nodig. You're under arrest, you piece of crap. Toppie. Eenmaal aanhouding. Alles onder controle. Kom maar even met mij mee anders. Ik ben toch bij het bureau nu. Ook al mag ik als zelf, hoe heet dat? Als solist niet vervoeren. Ja, zie. Die zijn er vandoor gaan, die hadden ook een melding, denk ik. Maar de man is uit, dan doen wij hem gewoon nog. Vragen gewoon of ze opnieuw komen. Het is wel spannend, wij zijn even snel in. Maar het gaat erom over de sirenes. Ik begin alvast met mijn introductie van het verhaal waarmee ik wilde starten toen net. Het gaat om de sirenes. Daar is namelijk iets in veranderd. Volg hier in eerste instantie bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. We have an incident involving shots fired, terrorist activity in... Ja, de werkentijd. Rijdt alsjeblieft prio 1. Suspect is armed with explosives. En dan crasht. Dat is niet mooi. Dan hebben we tenminste wel tijd om die dingen even te laten zien. Dan doen we het gewoon even hier. Kijk, ik heb hier een brandvrouw doen. We gaan het gewoon eens meteen voordoen. Stel nou, er komt een brandvrouw. Luister. Dus we denken, oké, niks bijzonders aan toch. Maar wat nou als er een ambulance komt? Hoe kan dat nou? En wat nou als er een politie uitkomt? Ja, en zelfs de motor kan ik binnenkort nog aanpassen. Dat die
ook zijn eigen sirene heeft. De motor heeft nu nog deze sirene van de ambu, maar dat kan ik dus allemaal aan gaan passen en dat ga ik zeker doen. En waarschijnlijk zit iedereen achter zijn computerscherm, gast, dat kan ik echt al 5 jaar. En zit ik je van helemaal blij te zijn dat ik het ook kan, maar ja, de Science Strings heet het, Strings, geloof ik, ja. Anyway, wij gaan Force Duty of Load Plugin natuurlijk. LSPD First Respond, Response en Force Duty. En dan gaan we weer de straat op met de... Wat hoor ik? In ieder geval, één ding. Die route, die gele route, die blijft waarschijnlijk staan. Kan ik niks aan doen. En even oranje aanpassen. Zo. Misschien als we de route rijden dat we wel nog iets kunnen daarmee, maar anders. Moeten we maar voor altijd even erbij houden. Misschien als er een nieuwe melding komt dat die route verdwijnt en we testen eens uit. Attention unit 1, Lincoln 18. Ja, zie je, mooi. We nemen hem meteen aan. Diefstal heet inderdaad. Winkeldiefstal. Ik heb een nieuwe melding packs erin gezet, want ik werd er eigenlijk zelf een beetje... nou ja, ik dacht toch wel, ik zeker met de kerstspecial, ik zat echt een beetje te schamen, wil ik bijna zeggen, van... Alweer die melding en oh, alweer die melding. Ik krijg niks anders en ik doe maar steeds dezelfde melding. En ik heb het een en ander eruit gehaald, het een en ander toegevoegd. Dus ja, wie weet gaan we nu wat leuke meldingen krijgen. Oeh, dat is goed. Oh, ik had het gewoon. Ofzo. Hada. Hoi, jij bent aangehouden. Denk ik. Maar dat snapt hij zelf ook wel. Blijf even staan. Niet omvallen. FIB, drop it. FIB, ben je... Wow, we hebben de FBI, gek. Nou, gewoon de FBI hier even te pakken. Is gewoon een beveiliger, toch? Of niet? Zo heeft hij een vuurwapen. En dat mag niet. Suspects down. Suspects down, nice. Jesus, ook goed. Wij gaan maar even terug naar de shopkeeper. Even de verklaring of zo afnemen. Bij mevrouw. En dan kunnen we ook weer door. Hallo. Hey, bedankt voor terugkomen. De persoon die net wegrende heeft een paar dingen gestolen uit de winkel. Voor in totaal $461. Hij heeft ook mijn beveiliger geslagen. Zorg ervoor dat hij in de cel komt en sluit hem in. Oké. Okay. Ze praten wel steeds over D, zo van meervoud of zo. Goed, press end. Zo, melding afgerond, als het goed is. U kunt uw weg vervolgen. We are code 4. Toeran is best snel, jongen. Kijk, is hier gewoon in zijn achteruit, meteen naar de 40 bijna. En hier ook, zonder enigszins gas geven. Ik had dat helemaal niet door. Bijna onrealistisch. Oh ja, de V90's rijden nu ook weer normaal. Of ja, ze reden al heel lang normaal, omdat die mod weg was. Oh, die rijden alleen maar V90. Wat de fuck is dit? Daar een V90, hier een V90, daar. Er is iets gebeurd. Dat had je GTA altijd, dat je alleen maar taxis had. Of GTA 4, dit is ook GTA. In GTA 4 dat je alleen maar taxis had. Die witte gescand in Washington. Ja, welke 50. Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 4, 7, November, Zulu, Alpha, 9, 4, 1. No 1099. Twelve, no way, no, 12 no way, no. 12 no. 6, Lincoln, 12. We've got a Grand Theft Auto in, Lockport.
melding. Diefstal van een bus heet inderdaad. Zou er een bus worden gestolen of zijn gestolen? Die gaat er nu vandoor. En ook best hard. Want ik wil natuurlijk ook niet heel hard rijden. Maar hij rijdt wel weg van... Zo, die rijdt echt snel. Nader wel, ja tuurlijk, het is een bus. Daar gaat hij. Iemand heeft deze bus dus gekaapt. En die bus gaat er vandoor. Hier spreekt de politie. Zet uw voertuig op de vluchtstrook. Best kunt pakken zo. Ja nou. Ja, wat gaan we met gestolen bus doen? Je kunt niet klem zetten. Je kunt gewoon niet pitten. Maar dat helpt wel tijd. En dat is heel flauw van me. Dat is gewoon een versneller aanzetten, dan gaat hij in één rechte weg rechtdoor. En ik deed het eigenlijk een beetje onbewust. Maar ook weer een beetje bewust. Toen ik erop drukte, toen dacht ik van, oh ja, dat veroorzaakt dat, dat is wel handig. Misschien heeft hij me gewoon niet gehoord. Of gezien. Dan zit hij gewoon snel naar zijn vorige halte te gaan, omdat hij vertraging had. Wie weet hè. Oh nee. Hallo, graag geen buskaartje alsjeblieft. Oh nee, wacht, één check over chipkaart. Nee, kom, doe open! Open! LSPD. Uitstappen! Don't make me shoot you. Kom maar op deze manier. Hallo! Uitstappen. Hallo? Andere kant uitgestappen, wat een gek joh! Hallo! Jongen, what the fuck? Waar is wat ruimte voor weer? Ik wist niet dat hier een deur was. Je bent aangehouden, diefstal van een bus, negeren stopteken en You're under arrest, you piece of crap! Dispatch to all central units. We've got reports of animal cruelty and dierenmishandeling. Nou, daar is een dier opgesloten in een auto. Ja. Dat is nu niet echt zo'n ramp. Het is 8 graden of zo overdag. Ja, als het nog 20 graden was, dan is het in een auto al snel 30 graden of warmer. En dan is het wel een beetje zielig. Nu weet ik niet helemaal wat of het strafbaar is überhaupt. Het zou in een baller 2 zijn en ik geloof dat het die auto boven mijn lichtballer is. Ja goed, ik zal even voertuig open maken. Arme buk. Wat is dat voor een beest? Alleen even kenden checken of we de eigenaar kunnen traceren. Hallo Puk. Ik ga het volgende keer tegen voor je aantrekken. 2, 5, Delta, Romeo, Papa, 0, 9, 8, 0, 10, 99. Puk. Thank you anyway. Doggo. Klik, klak, klik. Oh, dat gaat makkelijk. Hallo Doggo. Ja, we moeten met die hond. When finished, you can end the call via... Ja, maar... Ben je Miranda? Hey, stop eens even. Nee, hey Miranda, kom hier. Hey, hallo, je hond. Hey joh.
Waar is die hond dan? Die hond die liep je net nog, hè? Jij blijft staan. Wait up! Ja, goed. Hey, ik weet niet wat je met je doggo was aan het doen. Maar dat kan echt niet. Ik heb je auto open gemaakt, maar je krijgt geen bekeuring, want ja, het is niet echt warm of zo. Doei. Maar je kunt niet zomaar wegrijden, Pik. Go on! Waar had je rijbewijs? Ja. Waar is die hond nou? Ik zit hier mijn auto. Ik heb geen zin in, Puk. Possible murder, dat lijkt me. Citizens reporting a homicide and little soul. Rijdt u alstublieft prio 2. De mogelijke moord gepleegd, dat was ook al bekend hoe de eigenaar heet. Iets van Daniel of zoiets. Zeg nou, hoe de eigenaar heet of hoe de dader heet, ik weet niet meer. In ieder geval, er is een mogelijke moord gepleegd en er is zelfs al bekend hoe de dader heet. Daniel nog wat. Ik weet dus niet of ik eigenaar zei of dat zou raar zijn. Ja, hier ligt wel iemand door. What the fuck? Die is gewoon neergestoken hier hoor. Ik wil jouw handen zien. Ik wil jouw handen zien. Bericht voor alle wagens. Hallo sir, that's what he did. Happened to that's what? What the fuck? An injured civilian, an ambulance requested. Van? Rockford Hill. Rijdt alsjeblieft prio 1. Ah, kut. Daar is een ander onderweg. De dader is gevlucht. Hij is de... Holy shit, dat is hier gewoon op klaarlichte dag in vermoord hoor. Ambu is aanrijden. Oké, okay, hij heeft de gegevens van de dader. Het zou te zien een steekpartij geweest. Of een schietpartij, ik weet het niet. Dit zijn schotwonden, hè? Ja. Thanks. Oké, okay, bedankt voor de informatie. Ik ga hier even staan tot het een ambu er is. En een extra eenheid. Dat is gehoord. Wacht even, die auto is weer naar het rijden. In de omgeving. Mb, Griekse ei. Het verandert wel een beetje, want dat is het. Staan blijven uitstappen. Prachtig gaat er vandoor met een auto. Rijd niet heel snel, we kunnen achteraan rennen. Kut. Achtervolging. Verdachte van de moord. What the fuck doe jij nou? Ambulance is bezig met slachtoffer. Ambu, succes ermee. Ja, ik weet het. Ik mag geen slachtoffer en een ambu achterlaten, maar we gaan het toch doen. Ja, hou die kanaal lekker op Coolblue. Coolblue heeft mij nog steeds niet betaald voor hun promotie elke video. Ik heb het ook niet gevraagd. Dus. Deze melding is ten einde. Moet weg. Blijkbaar is de slachtoffer overleden. Dat betekent dat het nu echt een moord is. We zijn gewoon snel naar die Audi. Zet die beurs ook nog. Misschien kunnen we een klem zetten tegen de beurs aan. Ja, zeker. Uitstappen. Handen omhoog. Welke verdachte mee wordt geschoten? Wat zeg ik nou? Hey joh. Die reden mij in hoor. Appenbergen. Verdachte uitgeschakeld. Als die brandkraan en die gaan best makkelijk weg, als die ja, in dit geval reed hij er vol tegenaan, maar ik weet gewoon als je er tegenaan rijdt dat er gewoon heel makkelijk weggaat.
12.01. Dan hadden we geen Wim meer, want dan zaten we denk ik vast tussen de auto en hier zo. Ja, dat gaat niet goed, hè? Netjes. Andy, what the fuck? Ja, ja. Ik geloof dat we de verkeerde hebben. Rijdt u alsjeblieft prio 2. Dat heette sowieso niet Daniel. Maar wie hier ligt, is een of andere Jack. Of hij heette sowieso Daniel. Maar wie hier ligt, dat is Jack. En hij heette sowieso geen Jack. Oh, dat weet je nu al. Zo. Hij heeft niets gereanimeerd, geloof ik. Ja, dat was ook schoon op het hoofd. Ik weet het. Nek of zo. Maar goed. Hey. We gaan door. Nog even door. Deze melding is ten einde. Ja, het was niet onze dader. Ik weet niet wat daar mis ging. Misschien ging deze er wel gewoon vandoor. Dat was een toeval. Tot die dacht, dit is een politiecontrole. Oeh, daar ga ik gestolen voertuig. Gestolen Audi. En dan moet ik die schuldig blijven van een RS5, is een S5 of een RS7 of een S7. Oeh, die gaat het is een City. S5. En in de tussentijd dat ik gelezen. Dan word ik overrijden. Jom. Aan de kant Volvo. Volging gestolen Audi S5, zwart van kleur, kenteken 4, de rest niet erbij. Puntje gegeven, rijdt door. Oeh, knalt tegen een gebouw. Rijdt verder, zit een vrouw in, dus let daarmee op. Hier ligt nog steeds, ja, oh, daar ben ik een begrafenis ontneem voor, vergeten te vragen. Daar kan ik nog wel. Wow! Wat de hel? Ze pitten me even goed door. Ik vloog gewoon. Oh, dit mag echt niet. Maar ik doe het toch. Oh ja, tuurlijk. Coolblue, help dan. Jullie helpen ook nooit. Jullie geven ook geen geld. Die auto gaat zo ontploffen gewoon. Let op. Hey. Die andere tram moeten ze hier ook eens rijden. Ik hoor hem wel. Dan rijden we als het goed is nu dan rechtop af. Ja. Waarom rem je nou? Ik hoor die tyran, maar ik zie hem niet. Help, ja, nee, ja, nee, ja, ja!
Nou, ze hielpen niet. Uitstappen. Dank je. Ah, daar komen ze toch. Lekker gedaan, pikkies. Arresteer maar. LSPD, I will kill you, moron. Die, motherfucker. Nou, en dit was dus voor zover een gestolen S5 en die is nu vrij weinig meer waard. Ik weet dan niet hoe dat gaat, dus een boefje jouw auto jat. Of dat boefje, als hij gepakt wordt en hem dus helemaal in de bratsch rijdt. In de bratsch is dat een Nederlands woord, het is in ieder geval wel een Limburgs woord. Als hij helemaal kapot rijdt zoals jij nu, of je dan echt gewoon het volledige bedrag moet betalen van die S5 in dit geval. Of dat wordt gezegd, de verzekering doet dat, maar dat lijkt me niet. Ik denk dat hij wel een flink bedrag moet betalen. Maar ik weet wel, als je eigen auto in de kapot rijdt ofzo, of iemand rijdt in kapot en je weet niet wie, tot dus de verzekering daar komt, maar tot de restwaarde wordt betaald, meen ik. Maar weet niet zeker. Dus het kan zomaar zijn dat als jouw auto is gekocht voor 40.000 en hij is vandaag de dag nog maar 20.000 waard, dat je ook maar 20.000 krijgt. Maar dat weet ik niet zeker. Is dat zo? Laat het even weten in de reacties. Als je het wel weet. Zo ja, dan dat is pittig kut. Want zo'n S5, als je die 3 jaar terug hebt gekocht en die versie, die zal dan ook niet meer hetzelfde bedrag waard zijn. Ik heb jullie bedankt voor het kijken. Ik vond het een leuke video en leuk weer LSPD, oud en de rest eigenlijk niks te melden. Tot over een paar dagen bij een nieuwe video. Doei!